Ja, dus en, ja, het wordt gewoon een prachtig evenement voor Breda. Breda nu. Je weet het meteen. Ben jij lichamelijk of geestelijk niet ouder dan 17 jaar en wil jij met carnaval op het podium van de Grote Markt de show stelen? Geef je dan snel op voor Kilogratical Talent en ga via de voorrondes op zaterdag 26 of zondag 27 januari in Parkzicht naar de finale. Nou, we zijn hier in Café Zaal de Parkzicht in Breda. We zijn hier omdat wij hier de 26 en de 27 januari gaan wij hier de voorrondes houden van Kilogratical Talent. En dat is echt een prachtige show willen wij gaan maken. Kinderen kunnen daar komen van 0, voor mij apart dat 17. Maar wij hebben ook gezegd, het is carnaval, het is een familiedag. En dat betekent eigenlijk dat het van 0 tot 17, maar ook mensen die zich nog 17 voelen, die al 30 zijn, die mogen ook komen. En er zijn ontzettend mooie prijzen te winnen, behalve dat je dus eeuwige roem krijgt op de Grote Markt in Breda. Op 5 maart, dinsdag 5 maart, ja, dan gaan wij dus recht voor om Kilogratical Talent te maken. Hoe is het om jurylid te zijn bij Kilogratical Talent? Nou, ik ben eigenlijk gevraagd en ik vond het eigenlijk een hele eer. Dus ja, vandaar dat ik gelijk enthousiast was. Ik denk, er zit zoveel talent hier bij ons in het Kilogat. Ik wil weten wat er allemaal leeft in de stad. Hebben jullie zelf ook talent? Ja, zelf persoonlijk speel ik en blokfluit en doedelzak. Nou ja, op een gegeven moment dan moet je gaan vernieuwen. We hadden de poppenkast. De poppenkast is ter ziele gegaan omdat je daar dood gewoon geen mensen meer voor kon krijgen. Maar we willen de carnaval steeds levendiger maken. Maar ook vooral voor de jeugd. Ook leuk voor de jeugd te gaan maken. Dus op een gegeven moment ga je dus dingen bedenken. En toen hadden wij gedacht van, hey, kunnen wij niet Kilogratical Talent gaan maken? Nou, dat hebben we dus met een heel team mensen. We hebben een prachtige jury erbij. Ja, dus en, ja, het wordt gewoon een prachtig evenement voor Breda. Verborgen talent, daar kan overal in zitten. Zingen, nou, dat lijkt me logisch, dansen. Maar denk bijvoorbeeld aan acrobatiek of kennen goed turnen of jong leren. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Alle talent is welkom. Als jullie mee willen doen, dan moet je je vooral opgeven bij Stichting Kilogat. En ja, wat kunnen we er meer over vertellen? Nou, en ik doe zeker een oproep. In eerste instantie ging het dus om kinderen tot 17 jaar, maar we hebben het uitgebreid. Ben je echt jong van hart en voelde wij je 17, dan komt ook in aanmerking. Dus als je 99 bent en je hebt je tanden, ja, nog, dan mag je ook meedoen. Ja. Er staat een familie Vondtrap in bij ons in Breda. Komt toen wij gaan aanmelden. Of met trap. Ja, of met trap, kijk maar. En het gaat om het Kilogat. Ja. Dus woonde in het gebied 076 of net daarbuiten, dat maakt ons niet uit. Nee. Of is uw vader werkzaam, zeg maar, gewoon in het Kilogat, dan is dat een reden te meer om er te zijn. Inschrijven kan op jeugd@carnavalbreda.nl. Nou, die was het. Jij bent het. Breda nu. Je weet het meteen.